Voordat we vrijdagmiddag zouden gaan verkennen in Luntre, heb ik me hier toch een heibel in huis, jongen. Ik had over het hoofdje van mijn kleinzoon gepist. Nou ja, ik hoor jou denken. Wie plast er nou over het kopje van zijn kleinzoon heen, over zijn kleinzoon? Nou, dat zal ik je vertellen. Ik ga plassen en ik sta gewoon te plassen. We wonen hier met z'n tweeën in huis, normaal liter, Jon en ik. Dus de deuren altijd op slot doen, dat gebeurt niet meer. Dus ik sta zo te plassen en dan gaat die deur open. Dus ik zeg, Jon, hij is... Staat die droom is daar. Die kleine. Ik zeg, ga even naar oma. Opa staat even te plassen. Ja, ik vind dat helemaal niks. Maar stoppen. Probeer maar eens te stoppen. Daarnaast raak ik een beetje op je leeftijd dat ik blij ben als het stroomt. Dat het stroomt. Maar die kleine doet die deur dicht en die blijft aan deze kant staan. Zo, dus ik zo. Ga nou even naar oma. Nee. Hij kijkt zo. Daarna kijkt nagers. Ja, en ik denk, wat moet ik plas rustig uit, weet je wel. Maar echt als echt, het is heel normaal, elk klein nieuwsgierig jochie, die wil op een gegeven moment weten dat als hij weet waar het vandaan komt, waar het naartoe gaat. Nou, toen was ik de sigaar. Ik kreeg ook niet om een bochtje plassen, dus dat was me nogal wat vrijdagochtend. In ieder geval gingen wij naar Luntring. Dat staat overal in de media als Dagie Peert sturen. Nou vind ik Peert sturen vind ik wel een beetje een arme uitdrukking. Een magere uitdrukking. Ik denk dat Peert sturen een uitdrukking is voor mensen die in een grote stad op een appartementencomplex wonen of zo. En een beetje minder weet dat je veel meer met je handen doet. En daar ga ik het na de highlights ga ik het er ook even over hebben. Dagie Peert sturen. Maar in ieder geval vond ik het geweldig. Een gigantisch mooie omgeving en een hele grote kuil waar ze in het midden van de kuil een groot feestje houden en alle hindernissen eromheen. Schitterend mooi. Dit jaar natuurlijk ook een beetje corona-proof, dus niemand mocht bij elkaar. Ga ik er straks ook nog over hebben. Niemand kon bij elkaar en het kon geen groot feest worden. Maar ze hadden het hartstikke goed geregeld met allemaal looppaden en perfect. In ieder geval waar ben ik het verkend. We hebben zaterdag een dagje Peert gestuurd. Ik laat je hier de highlights zien. Maar nou hebben we daar een dagje Peertsturen in Luntre gedaan en we komen, ik lever mijn nummerbordje weer in, komen ze aan met deze gigabeker. En ik ben er echt stil van. Het is weer corona, hè? Monten mocht niet op een groot podium, geen speakers, niet zoenen met de pitspoesen en zo. Jammer. We krijgen wel een beker. Bijna 80 deelnemers,
En dan een beker voor de meest paardvriendelijke manner van die dag. Ik heb er vooraf helemaal niet bij stilgestaan. Ik heb er niet naar gereden. Ik heb een dressuur gereden waarvan ik dacht, ja, dat legt ook in die kuil, het hobbelige gedoe, valt me niet helemaal mee. Achteraf waren de punten waren toch weer keurig. Het is altijd zo, hè. Als je denkt, het is niks, moet het bijdrukken. Ik heb een vaardigheid gereden, gewoon pure foutloos. Zat er heel korte wendingen in. Iemand zei van tevoren, ja, echt, al die vierspanners hadden er niet op gerekend. Ik heb hem foutloos gereden. Dat betekent dus ook, wel die superkorte wendingen, maar niet qua tijd, geen gillen, geen schreeuwen. Dat heb, begrijp ik, voor de jury de doorslag gegeven om ons deze wisselbeker te geven. Ik ben er hartstikke trots op. Het is een van de mooiste prijzen. Natuurlijk is Nederlands kampioen ook mooi, hè. Maar het is één van de mooiste prijzen uit mijn carrière wat dat betreft. Super, luntering, organisatie, dagje beersturen. Geweldig, heel hartelijk bedankt. Ik zet hem even weg. Want het sluit aan op het volgende. Onze vierspangroep is inmiddels al bekend. We gaan een paar keer bij elkaar zitten. Maar we worden al uitgenodigd door verenigingen. En die zeggen al, we hebben dat over voor zo'n rubriek. Voor een vierspanrubriek in onze indoor, voor onze wedstrijd. Dat is super mooi. Ik heb wel met een paar organisatoren al gesproken, jongens. Als jullie dan iets opzetten, vraag ons nou niet voor een bakkie van 2040. Want dan zit je toch weer aan dat geruk en dat gepluk vast. Het sluit zo mooi hierop aan. Nee, er zijn ook al organisaties die zeggen voor de vierspanrubriek ruimen we de boel een beetje op. Kunnen we paardvriendelijk rijden, rubrieksvriendelijk, menvriendelijk, publieksvriendelijk. En het ziet er nog leuk uit als je een beetje door kan lopen. Nou, daar zijn we dan. Ik zou zeggen, organisaties, brandlos, kom maar op. We zitten van de week bij elkaar. We gaan een programmaatje maken, een agendatje voor volgend jaar. In ieder geval, super jongens. Thank you very much daar. Tot de volgende keer. Wat is het volgende? Volgende. 27 september, Hoofddorp. Het is een prachtig gezicht, voor iedereen toegankelijk. Coronavrij kunnen rondlopen. Ik zie je graag daar. Hey, tot kijk.